en je hebt de gegevens in een tabel gezet. En van die tabel wil je een grafiek maken. Daar kun je Excel voor gebruiken. En dat doe je op de volgende manier. Op deze plek een mooie tabel gaan maken. Tabel, dat is invoegen van een tabel. En de tabel, die moet 3 kolommen hebben. En wel 4. 4 rijen. Oké. Soort bot. En hier de drukkracht. Dat was wat je er bovenop zette. En dit is de trekkracht. Dat was aan het touwtje. Dit was een rond bot. Dit was een vierkant bot. En dit is een harmonica. De drukkracht van het ronde bot was 250 gram. Van het vierkante bot was die 200 gram. Het harmonica die kon er wel 350 gram dragen. De trekkracht van het ronde bot was 300. Van het vierkante bot 250. De getallen maken natuurlijk niet zoveel uit. Hè. Het gaat even om het verhaal. En het harmonica bot had een trekkracht van 100 gram. Nou, nu heb ik mijn resultaten in een tabel staan. Maar ik wou ook een grafiek maken. En daarvoor ga ik naar Excel. Als die niet in je en in de map Microsoft Office staat, Excel. En dan maak je hetzelfde tabelletje wat je gemaakt hebt in je Word document nog een keer. Ja, het is misschien een beetje veel werk. En nu zeg ik, ga ik kijken naar een grafiek. En hier charts, grafiek. Ik klik hem aan en ik heb kolommen, lijn, een taartdiagram. En hier de kolommen, maar dan liggend. Nou, je weet al welke we gaan kiezen natuurlijk. Want je moest, het ging om hoeveelheden. Je gaat een staafdiagram maken. En je wil ze als een clustertje hebben. En in dit geval zie je hier de grafiek al gelijk verschijnen. Deze grafiek met rondkracht, rondbot, vierkantbot, harmonicabot, de drukkracht en de trekkracht. Het enige wat ik nu nog moet doen is dit ding even selecteren, kopiëren, dus appeltje C, je ziet edit nu blauw worden. Dan ga ik naar het Word document, ik ga hier staan en appeltje V. En hier staat hij in het Word-document. De grafiek. Zo gebruik je Excel om een grafiek voor je te maken.